Zo'n 150 Nederlandse deelnemers aan een modderrace in Nijlen bij Antwerpen zijn mogelijk besmet geraakt met de ziekte van Weil, ook wel de rattenziekte genoemd. Het is een infectieziekte die organen aantast en soms dodelijk kan zijn. In België zijn al 3 Vlaamse deelnemers met de ziekte in het ziekenhuis opgenomen. Door modderslootjes klauteren. Deze wedstrijden met overal obstakels zijn enorm populair. Maar er schuilt ook gevaar. De Titan Run in Nijlen was 3 weken geleden. Tot nu toe zijn er 3 deelnemers met de rattenziekte in het ziekenhuis beland. Dat is een zeldzame ziekte die wordt verspreid door de urine van zieke ratten in het water en de modder. De Titan Run ging door het riviertje de Neten. Wellicht is het hier gebeurd, bij de oversteekzone aan de Neten. Omdat er hier aan de oevers toch wel veel muskusratten en ratten vertoeven. En als een van die dieren de ziekte meedraagt, dan kan dat heel snel in het water terechtkomen. En kunnen mensen daarmee geïnfecteerd geraken. Infectie kan fatale gevolgen hebben. 1 deelnemer lag doodziek op de intensive care. Hij maakt het nu goed, maar zijn organen zijn aangetast. Als nog 2 deelnemers zich melden bij het ziekenhuis, leggen artsen direct een verband. Rattenziekte. Over het algemeen krijgen mensen een soort van griepachtige symptomen, rillingen, hevige spierpijn, koorts. En dan in de meer ernstige vormen is er ook aantasting van belangrijke organen, zoals de longen, de nieren, de lever. De organisatie van de modderrace had het water getest. De monsters waren allemaal goed. Hoe kan het dat die mensen dan toch ziek worden? Ja, de rattenziekte is een ziekte die heel moeilijk op te sporen is. Die wordt verspreid door de urine van de dieren. En die is natuurlijk maar een zeer kleine hoeveelheid ten opzichte van de rest van het water in de rivier. Dus je kan zoveel potjes vullen met water als je wil. De kans dat je die ziekte gaat tegenkomen in de stalen, die is uitzonderlijk klein. Artsen vrezen dat er nog meer mensen ziek worden. Het Belgische ministerie van Volksgezondheid heeft alle 2500 deelnemers, van wie 150 uit Nederland, een waarschuwingsmail gestuurd.